Na 4 maanden is de molen uit Valburg, die gerestaureerd moest worden vanwege een verrotte standaard en andere kwaaltjes, terug van zijn herstel. Vandaag werd het molenhuisje teruggeplaatst op zijn stenen basis. De standaard van de molen die was verrot. Die is vervangen door een stalen prothese bekleed met delen van de oude standaard. Die is gisteren weer op zijn plek gezet. En vandaag is de kast van de molen is weer op de standaard gezet. En over een half uur gaan ze de roeden weer plaatsen. Ondanks dat de terugplaatsing een gecompliceerde handeling is, verliep de procedure zonder klagen. Ja, het is werkelijk een ingewikkelde operatie. Maar hij is voortreffelijk verlopen. Ja, prima. Kijk, die molen, dat is een van de kernpunten van Valburg. En wij proberen als stichting die molen voor komende generaties te behouden. En het is natuurlijk fantastisch dat hij nu weer in goede staat weer op zijn plek komt. We zijn in 2020 hebben geconstateerd dat de standaard niet in orde was. Nou, dan duurt het vrij lang voordat je alle partijen benaderd hebt die een rol moeten gaan spelen in deze restauratie. Je moet zien dat je ook financiën voor elkaar krijgt. Ja, en dan wordt in 2023 in juni wordt de kast van de molen afgenomen en worden de reparaties uitgevoerd die noodzakelijk zijn. En nu zijn we weer zover dat hij gelukkig weer netjes op zijn plek komt. Ook de molenaar benadrukt nogmaals het belang van de bestaanszekerheid van monumentale molens. Cultureel erfgoed is uiterst belangrijk, ja. Ja. Zeker voor komende generaties, dat ze weten hoe het hier altijd gegaan is in Nederland. Ja. Deze molen draait sinds 1998 op woensdag, elke woensdag en elke zaterdag.